Ja, dat kan ik echt. Viermaal een premie van 30 euro door autobedrijf Levens SNS Zegerwold. Tweemaal een premie van vuurwerkpakket van 100 euro. Vuurwerk al met steenwerk en daar zijn ze weer van start. Daar in de binnenkant met 5-16 nationaal kampioen Roy Boom die nu de leiding neemt op dit moment. Roy Boom. Komen de eerste gedeelte stil te staan. Nu pakt hij de kop van de wedstrijd. Tweede positie zien we daar aankomen letteren. Met 521. Niemand minder dan Corinta Boom. Dus er zijn de boontjes aan de leiding. Het is ook echt weer omwonden. De planten, de omstandigheden, kortom. Het is ongetwijfeld familie van elkaar. Komen beide uit over de kop. Dat betekent dus dat de boontjes op dit moment op 1 en 2 rijden. We gaan kijken naar de derde positie, ook dat is belangrijk voor de punten op weg naar de finale. In deze juniorklasse meldt zich daar op de derde stek met 525 op dit moment. Maar dan komt van de weg naar die paaslop. De vierde stek met 435 gaan we zien met ruim voor veel en we zien met 131 pauwen door de barbecue van Bauma aan verbond voorbij komen SV Nijholt. De dame uit Steenwijk die met rocksignalen laat zien dat ze eraan komt. Daar zien we de koplopen opgehouden worden op dit moment in de problemen met Michel Kromp uit Hogeveen. Die zit op de bumper en dat betekent dat de tweede positie dichterbij kan gaan komen. De boontjes maken daar een geweldige plek. Daar staan ze stil. En dat betekent dus dat nummers 1 en 2 zijn stilgestaan. Dat betekent dus dat we doorgesloten zijn met nog de eerste dek op dit moment. 5:25, maar ik kom van de weg. Hier komt van de weg. Je zag dat de boontjes in de bonus zakken met elkaar tekeer gingen. Ja, en honger zit aan, hè. Problemen. Voornemen. Mensen daar natuurlijk op de 5:21 Corinta Boom. En dan krijgen we daar een derde positie in de kampioen Roy Boom. Zo tenderen ze aan ons voorbij. Ook SV Nijl weer aan ons voorbij. Daar de strijd tussen de 2 en 3 bootjes en we gaan het met zien dat het Corinta Boom is in de tweede stek en 4 leider in de wedstrijd met 525. Marco van der Weg uit Paaslo. En daar het traditionele boontjes aandrukken en daar komen ze naast elkaar. Kijk, ja, het zal wel familie van elkaar zijn. Oh, paniek in de tent, we krijgen rocksignalen. Van 521 Corinta Boom. Is het haasje? Bij 25 keurig onderaan. Dan gaan we kijken naar de tweede stek waar we die strijd gaan zien. Maar uitstekend, ze willen je naar voren blijven drukken. Met 4:35 hebben we natuurlijk ook de binnenkant van het Zuid-Volde. We krijgen ook daar Roy Boom. We hebben de binnenkant van 131 SV Nijl. Kom maar, SV. En hier krijgen we met 8, 6, 9, 10, 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